Maar wat vond jij van de wedstrijd? Ik vond dat we te veel servicefouten maakten en te weinig service druk hadden. Pasen was te redelijk. En ik was blij dat Judith Kamphuis aan onze kant speelde, want dat was het grote verschil vandaag. Nou, ze kan gewoon heel geweldig goed volleyballen. En ja, als je kijkt wat ze vandaag aanvallend gedaan heeft, wat ze pasend gedaan heeft, dat is gewoon geweldig goed. Judith Kamphuis, jij bent een ontzettend aardige meid buiten het veld. Maar dan ben jij een enorme gifkikker binnen de lijnen. Ja, dat zeggen ze wel, ja. Ja, ik herken het wel en ik heb het eigenlijk altijd wel zo gehad. Eigenlijk vind ik juist dat mijn temperament wel minder is geworden. Maar ja, ik geniet gewoon van het spelletje. Terechte overwinning. Ja, dat weet ik niet. Ik vond het qua niveau, zeg ik ook tegen spelers, ik heb genoten van een lange rallies, maar over alles, ik vond het niet geweldig. Ja, wat vond je van de wedstrijd? Ik vond het van beide kanten een erg slordige wedstrijd, voornamelijk in de verdediging. De rallyballen hadden we niet echt onder controle. Ik vond ons aanvallend slimmer dan dat zij waren, voornamelijk de eerste twee sets. En zij kwamen de derde set en de vierde set wat meer serverend, wat meer naar boven. Al met al heb je wel genoten van de wedstrijd? Kleine stukjes, niet over de hele wedstrijd. Nee, zeker niet. Nee, ik zag jou in het eind van die derde set, zag ik jou regelmatig naar je hoofd grijpen. Ja, klopt. Dat is gewoon een slechte gewoonte die ik heb, dat ik me zo laat gaan. Het is jammer dat ik niet wat jonger ben, dat ik daar nog aan kan werken. Nou zit je in de halve finale van de Nederlandse beker. Vorig jaar won je de finale. Hoe is de weg naar het succes verder? Weet je al wie de volgende tegenstander eventueel zou kunnen zijn? Ja, ik weet eigenlijk alleen dat Sliedrecht kan zijn. Dus ja, dat is een lastige tegenstander. Maar als we van setup kunnen winnen, kunnen we van iedereen winnen. Het is wel de koploper in de Eredivisie. Ja, ja, dat klopt. Ja. Maar wij staan heel dichtbij bij Sliedrecht en bij setup. Dus ik denk dat we helemaal niet kansloos zijn. Helemaal niet als we zo spelen zoals vandaag. Heb jij met al je fanatisme van vanavond genoten van die wedstrijd? Ja, ik heb ontzettend genoten. Heb je daar tijd voor? Tijdens de wedstrijd niet. Maar na de wedstrijd dan besef je het wel. En dan ga je de wedstrijd nog even nakijken. En voornamelijk in je hoofd nog even na van ja, welke ballen heb je gescoord. En wat waren nou echt de mooiste ballen van het hele team in het veld. En die moet je meenemen. Mm-hmm. Ja. Terechte winst. Zeker weten. Nog twee stapjes en je bent weer waar je vorig jaar ook was. Ja, maar het is nog wel een behoorlijke verkeersdrempel hoor. Sliedrecht twee keer. Dat is echt een bultje in de weg. Dat is niet 1, 2, 3 opgelost. Maar het is mooi dat we die uitdaging krijgen. Ja. Want dat betekent wel dat we weer twee wedstrijden kunnen oefenen, kunnen trainen, beter kunnen worden richting play-offs. Yes. Dankjewel.